Laaggeletterdheid is in Dordrecht een serieus probleem. Dat zegt het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden tijdens een taallunch in de Witte Haan op de eerste dag van de week van de alfabetisering. 8,1% van de volwassen mensen in Dordrecht is laaggeletterd. Dan hebben we het over de Nederlandse Dordtenaar en de allochtone Dordtenaar. Maar de Nederlandse Dordtenaar is vaker laaggeletterd dan de allochtone. Het Bondgenootschap wil dat laaggeletterdheid verdwijnt. Een van de dingen waar je dat mee kan doen is voorlezen. En dus hebben we hier in Dordrecht ook een heleboel activiteiten rond voorlezen. De Stichting Voorlezen doet de Voorleesexpress. Maar ook de bibliotheek doet allerlei voorleesactiviteiten. En we hebben ook Vaders voor Lezen. Dat is een project wat de wethouders nu gaan promoten. Dus voorlezen is een van de dingen die je kan doen. We moeten allemaal alert zijn op laaggeletterdheid. Soms kom je daar helemaal niet zo makkelijk achter of iemand laaggeletterd is. Want die heeft allerlei foefjes bedacht. Oh, ik ben mijn bril vergeten. Of nee, dat regelt mijn man. En dat heb je soms heel erg lang niet door. Dus wat belangrijk is, is dat we het met elkaar in heel de samenleving, bij organisaties, bij bedrijven, ons bewust worden van dit probleem. En ook weten wat voor soort foefjes mensen kunnen gebruiken. En dan kan je een testje doen, een taaltestje. Als je laaggeletterd bent, vind je dat ook niet leuk. Dus durf je dat niet altijd te zeggen. En wij zeggen van het Bondgenootschap, oh, zeg het toch alsjeblieft, want we hebben een heleboel taalklassen waar je in kan stromen en waar je je taal van lezen en schrijven op kan halen. Dus wees niet beschaamd, zeg het gewoon.